Hallo iedereen, het is weer het einde van de maand, dus het is tijd voor een opgemaakt filmpje. Ik heb weer alles in deze zak verzameld en laten we snel even kijken wat ik opgemaakt heb. Ik heb deze maand een aantal badproducten opgebruikt, maar ook producten van mijn vriend erbij. Al bij al is het niet zo heel veel, maar ik wou het toch even tonen. Laat ik beginnen met de Axe-producten die ik erin zie zitten, want die zijn van mijn vriend. En ik heb drie Axe-producten, twee deo's. Enerzijds de Axe 24/7 Below Zero Limited Edition deodorant. Ik weet niet wanneer mijn vriend deze gekocht heeft, dus ik weet ook niet hoe oud hij is. Hij heeft soms de neiging om meerdere flessen tegelijk te gebruiken waar deze was op. En ik heb hem dan maar in het zakje gesmeten. Hetzelfde met deze. Ik denk dat ik die zelf gekocht heb voor hem. Dit is de Axe deodorant in de geur Alaska. Ik heb die zelf nog gekocht in de Zeeman, want daar komt mijn vriend natuurlijk niet. Maar voor die prijs kon ik het niet laten, dus en die is ondertussen op. Trouwens, een aanrader, als je echt op zoek bent naar Axe producten, maar je vindt ze te duur, ga even een kijkje nemen in de Zeeman. Zij hebben er vaak in een andere taal, maar even goed natuurlijk als het Vlaamse of het Nederlandse product, alleen een Nederlandse verpakking. Dus die kun je zeker daar vinden. En dan heb ik ook nog een body wash. Dit is de Energy. En dit is eentje van 250 ml ook opgemaakt. En ik denk dat we deze ooit gekocht hebben in een sixpack op Vant exclusief. Zij hebben soms zo van die sales. En dan ja, als je dan MAC producten gebruikt, dan is dat wel altijd handig om even te kijken of je daar toevallig een positieve prijs kunt vinden, laten we maar zeggen. Dan heb ik ook twee douchegels opgemaakt. Ik heb enerzijds deze welbekende douchegel opgemaakt. Die hebben jullie al verschillende keren zien passeren in favoriete filmpjes. Dit is de Ethos Jasmine en Vanilla Shower Foam. En ja, ik gebruik die heel graag. Ik heb echter een ander in gebruik waarvan ik de geur net iets aangenamer vind. Hier zit net iets te veel vanille in, naar mijn gevoel. Ik wou wat minder vanille, wat meer jasmijn. Het is een goede geur. Ik denk dat het een limited edition was. Nee, dit is een vaste. Gewoon te koop bij de Ethos. Ik denk 5 euro voor een fles. Zoiets. Dus deze. En dan, zo kreeg ik van de Lijze ook een aantal producten om uit te proberen. Allemaal douchegels. Want ze kwamen net met een nieuwe serie douchegels in hun care-lijn. En dit was een van mijn favorieten, dus ik heb er heel zuinig mee proberen te doen. Maar na al die tijd is deze jammer genoeg toch op. En dit is de Lijze Care Shower Gel in de geur neroli en arganolie. Dit is een warme geur, perfect voor de winter- en herfstmaanden die net gepasseerd zijn. Dus ja, er zat al niet veel meer in, dus ik heb die opgebruikt. Maar ik ben wel heel erg blij met die douchegel. En ik hoop van hem nog eens te kunnen vinden en kopen. Ik vind die wel heel goed. Dan heb ik ook een badschuim opgemaakt. Deze is van Balea. Ik denk dat ik die niet deze keer kocht, maar de voorlaatste keer dat ik in Duitsland was. En dit is de Balea Verwoonbad in Perlenzauber. Dus parelgeur. Ik weet niet of jullie weten hoe parels ruiken, ik niet, maar voor mij was het gewoon ja, een beetje zoete, weeëge geur. Goed voor een bad, maar het is zeker niet mijn favoriete geur, dus ik denk niet dat ik deze nog opnieuw ga kopen. Dan, een hele tijd geleden, toen dat ik en mijn verloofde eigenlijk zelfs nog niet samenwoonde, had ik voor hem een flesje handzeep gemaakt van het recept dat Masha toen gedeeld had op Beauty Gloss. Daar was eigenlijk echt nog een heleboel van over die hij nooit bijgevuld heeft, omdat hij altijd vergat dat dat kon. En nu ja, vind ik dat zo wat. Ja, ik dacht gewoon laten we het maar weggooien. Ik vind het tijd om het weg te gooien. We gaan deze toch niet meer gebruiken. Het was ook geen dure zeep. Ik denk dat het zo'n marinegeur zeep was van de Zeeman of zo. Dus kan gewoon weg. Dan een ander badproduct die ik ook opgemaakt heb is deze. Je herkennen die waarschijnlijk al. Dit is een bruistablet van Dreschner Essence. Dit is een geur peperkoek. En het is gewoon een warme geur. Ik wou deze eigenlijk opmaken vooraleer dat de lente begon. Want het
is een beetje een kerst-herfstgeur, dus ja, niet echt meer de tijd om de te gebruiken. Dus, maar ik wou er wel echt van genieten, dus nu is die ondertussen op. En ik denk dat het ook de laatste of de voorlaatste was van deze bruistablet. Ik zal het moeten nakijken. Dan heb ik ook een haarproduct opgemaakt. Ik maakte deze Kerastase haarolie op. Dit is de Kerastase Elixir Ultime. Geparfumeerde olie voor schoner haar. En dit zal ook beschadigd haar repareren. Ik was er blij mee. Nu, ik ben zelf iemand die niet zo heel veel olies en dergelijke gebruikt voor mijn haar. Ik heb geen moeilijk haar. En meestal maakt het mijn haar gewoon vet. Nu bij deze viel het heel goed mee, maar ik moest er niet aan denken om die na 4 dagen of zo nog te gebruiken. Want ja, dan was mijn haar gewoon vet. Dus dit was meer voor de speciale ja, dagen, laten we zeggen. Ik heb ook een bruisbal opgemaakt. De bruisbal is van Treats. En dit was de geur Flamingo Paradise. Hiervan komt nog een review online, maar... je ziet alvast, ik heb die opgemaakt. En dan tot slot, ja, we zijn vrouwen, af en toe moeten er eens dingen gescheerd worden. Dus ik heb ook een scheermesje opgemaakt. En deze was van Gillette en die kwam uit zo'n 8-pak. En dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Daag!